Hoi allemaal, welkom allemaal bij een nieuwe dagvlog. Het is vandaag vrijdag 1 mei en het is nu alweer 11:45. Toen Nion gisteren naar mij was gekomen, hebben we eigenlijk niet zo heel erg veel speciaals gedaan. Alleen hadden we wel vandaag op de planning staan om een lekkere appeltaart te gaan maken. Dus die gaan we nu maken. Zoals jullie kunnen zien, heb ik hem even klaargemaakt. Ik heb gewoon weer dit topje aan van de Zara en gewoon weer die zwarte broek van de Zara. En ik heb mijn haar in de staart. Dat heb ik eigenlijk echt nooit. Maar ik had gewoon even geen zin om mijn haar los te hebben. Dus ik dacht, nou, doe ik het gewoon lekker in de staart. Wij hebben natuurlijk ook gewoon al ontbeten en zo. Maar wij gaan nu naar beneden dus om die appeltaart te gaan maken. Daar heb ik al heel veel zin in. Dus ja, we nemen jullie weer gezellig mee. Nou, zoals jullie kunnen zien zijn we weer in de keuken. En dit zijn alle ingrediënten die we nodig hebben. We moeten ze wel alleen nog even afwegen. Vandaag dat de weegschaal er ook nog bij staat. Maar we wilden dit gewoon even laten zien. Een linkje van het recept wat wij gebruiken staat hier weer in de beschrijving. Voor als je hem openmaken. Maar het is natuurlijk heel simpel. Het is gewoon appeltaart. Maar wat we nodig hebben zijn appels, suiker, tarwebloem, kaneel, een eitje, vanillesuiker, paneermeel, basterdsuiker en wat boter. En verder gaan we ook slagroom gebruiken. Deze moesten namelijk gewoon nog op. En dit gebruiken we dan gewoon als topping, zeg maar. Dus ja, dit is alles wat we nodig hebben. Dus laten we gaan beginnen met het maken. Nou, we hebben even alle ingrediënten afgewogen die afgewogen moesten worden. Nu gaat Dion verder met het beslag maken en ik ga verder met de appels. En verder zijn we de oven hier ook al aan het voorverwarmen, dus... Zoals jullie kunnen zien hebben we nu alle appeltjes gesneden. En nu gaan we er wat kaneel bij doen en suiker en zo. Dus. Nou jongens, hoe ziet de taart eruit? Echt super lekker. We gaan hem nu even laten afkoelen. Zoals jullie konden zien is de taart nu helemaal klaar. We hebben ook even lekker een stukje taart gegeten. Samen met mijn zus en mijn opa. Die kwam ook nog even langs. En ja, ik had gisteren natuurlijk tegen jullie gezegd dat ik ga sporten. Dus ik ga nu weer sporten met Dion. We willen het eigenlijk buiten doen. Maar volgens mij gaat het zo regenen. Dus... Maar in ieder geval, we gaan sporten. Oké jongens, ik ben trouwens ook van routine veranderd. Want eerst deed ik, volgens mij, ik zal hem even opzoeken. Eerst wilde ik namelijk deze gaan doen, maar nu ga ik dus een andere doen. Ik ga deze namelijk doen, dit is de 2 week shred challenge. Krijg je altijd allemaal gekke reclames, maar ja, we gaan dus gewoon beginnen bij dag 1. Gisteren heb ik dus die ene challenge gedaan, maar nu ga ik weer verder met deze. Dus we gaan even omkleden en dan gaan we lekker sporten.
Oké, jongens, en ondertussen is het echt alweer een heel stukje later. Toen we klaar waren met sporten zijn we eigenlijk gewoon binnen gaan tekenen. Dat hebben jullie wel kunnen zien. En dat hebben we eigenlijk de hele middag eigenlijk verder gedaan. Daarna gingen we lekker eten. We aten wraps. En toen gingen Dion en ik lekker wandelen. Het was lekker weer. Of ja, het was droog in ieder geval. Het regent namelijk echt al de hele dag. En ja, toen waren we dus aan het wandelen. En opeens begon het echt super hard te regenen. Dus toen dachten we van, nou ja, we lopen maar gewoon door. En dan gaan we daarna wel lekker douchen. Dus wat hebben we nu gedaan? En onze natte kleren zitten lekker in de was. Want ja, die zijn natuurlijk helemaal nat en vies van de modder. Dus ja, ik ga nu mijn skincare routine verder doen. Even schudden. Ja, Dion en ik gaan denk ik dadelijk gewoon weer lekker even een Netflix film kijken. Want gisteren hadden we dus ook een hele leuke gezien. Namelijk Zodiac. Of ja, de Zodiac Man of zoiets. Een best wel spannende horror of thriller film was het. En ja, we willen dadelijk er nog eentje gaan kijken. Maar ik moet eerst eventjes de vlog nog editen van gisteren. Want dat had ik nog niet gedaan. Dus dat ga ik eerst even doen. En daarna gaan we denk ik een Netflix film kijken. Het is nu trouwens 7:30. Dus ja, prima op zich. Nog lang de tijd om allemaal die dingetjes te doen. Ja, dus dat wilde ik gewoon even zeggen. Ja, verder gaan we vandaag dus niet heel erg veel speciaals meer doen. Morgen weet ik ook nog niet wat we gaan doen. Dus dat zullen we allemaal nog wel zien. Ik heb me net ook echt pijn gedaan. Hier zie je dat rode dingetje. Maar maakt niet uit, het komt allemaal goed. Ik ga even mijn haar doorborstelen. Doe ik nog even mijn dagcreme op. En dan is mijn skincare routine alweer gedaan. En dan ga ik dus lekker editen, thumbnail maken, de video inplannen. En dan gaan Dion en ik daarna lekker ja, een Netflix filmpje of zo kijken. Dus dat is de planning. En ja, als ik nog iets belangrijks doe, dan laat ik het jullie nog wel weten. Dus... Nee jongens, Dion en ik hebben net weer even een hele leuke film op Netflix gekeken. Ik zal hem even hier in de beschrijving zetten als je ook benieuwd bent naar welke film we hebben gekeken. Het was volgens mij namelijk iets van een Franse film of zo. Of in ieder geval de titel was in het Frans, dus ik weet niet zo goed meer hoe die heet. Maar het was in ieder geval echt een hele vette film. Wel een beetje raar, maar op zich was hij wel leuk. Dus bij deze ga ik de vlog weer lekker afsluiten. En ik hoop natuurlijk ook dat jullie morgen weer zien bij de volgende vlog. Doei!